een formatiecrisis die 120 dagen duurde, werd het weer rustig rond en op het Binnenhof en kwam in de fraaie Truivenzaal het lang verbeide nieuwe kabinet in eerste zitting bijeen, onder voorzitterschap van de formateur Dr. Drees, die wederom minister-president is. Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken werd meester Struiken. Meester Luns is nu enig bewindsman van Buitenlandse Zaken. De heer Kals blijft op OKMW. Eveneens op hun post blijven de minister Zijlstra en Algera. Ook de ministers Mansholt en Suurhoff keren op hun departementen terug. Professor Sam Kalden komt op justitie. Minister Staf blijft in functie. De heer Hofstra, ook een nieuwe figuur in de regering, is minister van Financiën. Er waren bloemen van Dr. Drees voor onze eerste vrouwelijke minister, Dr. Marga Klompé. Hier gezeten naast ingenieur Witte, die minister van Volkshuisvesting blijft. Gaarne stonden enige ministers hun zetels af om mee te helpen aan een nieuwe formatie ter wille van de pers. Onze vrouwelijke minister, die het departement van maatschappelijk werk zal beheren, is vooral bekend geworden door haar werk in de Raad van Europa en in de Kolen- en Staalgemeenschap. In haar werkkamer heeft haar excellentie ons een vraaggesprek toegestaan, waarin wij haar onder meer de volgende vraag stelden. Vindt u het niet jammer dat u al dat werk op internationaal terrein, en ik denk in het bijzonder aan het werk voor de Europese eenwording, dat u dat nu hebt moeten opgeven? Eerlijk gezegd, wel een beetje. Ik heb dit met bijzonder veel hart gedaan. Maar van de andere kant is er toch wel een verbinding tussen mijn vroegere werk in het Europese en internationale vlak en de nieuwe taak die ik nu zal krijgen. Wanneer ieder mens bereid is met de mensen om zich heen te leven en goed te leven en wat voor ze over te hebben, dan zal het veel eenvoudiger zijn om ook volken met elkaar te laten werken. En zo zie ik toch een hele duidelijke lijn tussen het werk wat ik eerst deed en de nieuwe taak die ik vandaag op mij heb mogen nemen.